Voor Florian Van Akker is nog maar eens een droom in vervulling gegaan. Na goud in Rio heeft hij nu tegen zijn grote idool Jean-Michel Seyffe gespeeld. En ook al verliest Florian met 3-0, toch is het een onvergetelijke avond geworden. Ik vond het prachtig voor tegen mijn idool te spelen. En ik kon nog iets beter, ik vond van mezelf, ik kon nog iets beter. Maar ik had totaal geen kans hoor, dat niet, maar van mezelf kon nog iets beter. Florian Van Akker, nog maar 19, doet aardig mee en laat leuke dingen zien in een volgelopen sporthal in Gullichem. Maar tegen Jean-Michel Seyffe valt weinig te beginnen. Ook al is de beste Belgische tafeltennisser ooit ondertussen 47 jaar. Ja, dat was denk ik een mooi wedstrijd voor de toeschouwer. Hij heeft goed gespeeld. Hij was misschien een beetje nerveus in het begin van de wedstrijd. Dat is ook normaal, maar daarna heeft hij heel goed gepresteerd. En, ja, dat was een mooi wedstrijd voor allebei, voor mij ook. Ja. Een uitgebreide reportage over het uitzonderlijke jaar van Florian Van Akker krijg je op 1 januari in het Sportjaaroverzicht.